levende schrijver. In elk geval is hij een van de meest succesvolle. De inmiddels 72-jarige Gerard Reven. Begin deze maand kwam dan eindelijk het boek uit waar hij het al 30 jaar over heeft. Het boek dat alle andere boeken overbodig maakt. Met uitzondering van de Bijbel en het telefoonboek, zegt hij zelf. Het boek van Violet en Dood. Op alle boekenlijsten van middelbare scholieren komt tenminste wel één boek van Reven voor. De Avonden, De Vierde Man, Nader tot U of Op Weg naar het Einde. En behalve succesvol is hij ook absoluut de meest kleurrijke, nog levende auteur. Charlatan, acteur, comediant, genie, welke omschrijving is er al niet gebruikt om hem te typeren? Hij is bovendien de enige schrijver die ooit een eigen, groots opgezette televisieshow had. Ik ben een fan van Gerard's fan. Van Gerard's fan ben ik een fan. Oh. Is nog nauwelijks aangezet. Wordt het een sof of wordt het pret? U zit nog nauwelijks op uw krent. Denkt u, wie is die knappe vent die daar opeens komt naar beneden? Is het Kraaikamp of Adèle of soms Cassius Clay? Nee. Wacht eens heel even. Zie ik het goed? Is het echt waar? Verrek, het is geen kunstenaar. Het is een mens, echt uit het leven. Het is onze eigen Gerard Reven. Meneer Gerard, wat een kanjer, hè, was dat? Ja, mooie show, ja. Nee, maar u ook? Ja, ik probeerde wel heel goed werk te maken. Dus in zoverre ben ik geen charlatan dat ik minderwaardig werk maakte. Maar als je werk maakt en je wil de aandacht trekken, moet je toch een beetje herrie schoppen. Moet je een beetje verwarring zaaien in het kamp van de tegenstander. Maar al die dingen die ik toen geschreeuwd heb, heb ik nooit zelf serieus genomen. Nee. Maar ja, je moet herrie maken. Je moet iemand eens een dreun voor zijn kop geven. Het is hard, maar het moet gebeuren, weet je wel. En dat heeft u gedaan? Ja, ik heb wel van me afgeschreeuwd en van me afge... Ja. Maar dan weer spijt een beetje ervan en soms... Had ik dan een beetje mededogen met iemand, weet je, omdat ik, ja, het gekke is, ik heb ook iets menselijks. Dat toch? Is, ja, absoluut. Want in uw laatste boek haalt u ook weer een paar beroemde Nederlanders over de kling, hè? Ja, maar het zijn maar heel geringe dingen die ik over die personen vertel, hoor. Ja? Het ergste heb ik gewoon helemaal niet ingezet, dat is zo verschrikkelijk. Kijk, het boek wordt ook door levensonervaren en zeer jonge personen gelezen. Dat moet dus kunnen. Maar u noemt Nuis, noemt u een zenuwleier bijvoorbeeld, hè? Ja. Kees Fens een Roomse gluiperd. Ja, is hij ook. Mulisch. Mulisch, daarvan zegt u, er zijn nu eenmaal mensen die niets mee te delen hebben. Het is hard, hè? Ja. En over uw broer zegt u, hij ruikt onaangenaam. Ja, dat zijn toch geen echte ernstige beschuldigingen. Nee, ik vind niet erg. Ik bedoel dat iemand kwalijk riekt. Maar bijna alle mensen die ruiken toch naar. Als je dichtbij ze komt. Nou, ik was net in de kleedkamer heel dichtbij u, maar u ruikt heerlijk, hoor. Ja, ik heb een soort woestijnvorslucht bij me. Katholieke woestijn. Een soort steppenwolf, ja, weet je wel. Met een vleugje België, want daar woont u tegenwoordig. Ja, maar ik heb een dierenlucht bij me. Ja, ik ben een katholiek dier, zonder het zelf te weten. Nou. We gaan beginnen. Ter zake. Ja, u schrijft voor volk en vorstin, heeft u altijd gezegd. Altijd. Is er enige aanwijzing, want we weten dat het volk u leest, dat de vorstin u ook leest? Ik hoop het. Maar kijk, een vorstin, dat is de landsvrouwen. En die leest natuurlijk allemaal belangrijke boeken. En die gaat ook naar belangrijke schilderijen kijken. En die gaat ook naar belangrijke tentoonstellingen. Dus die
het spreekt vanzelf dat zo'n persoon op de hoogte is van andere personen. U bent in uw boek, het boek van Violet en Dood, zeer open over uzelf eigenlijk. Er staat heel veel over uzelf in. Onder andere iets wat we nog niet gelezen hadden. Dat u, omdat u een periode lang behoorlijk veel meer gedronken heeft dan voor een mens acceptabel is, in een ontwenningskliniek terecht bent gekomen. Ja. Daar kwam een neuroloog en die maakte van u een EEG. Het was allemaal heel erg. En ik zat in delirium dagenlang. Maar dat heb ik ook geschreven, heb ik eerlijk toegegeven. Je hoort dan allemaal vleermuizen te zien met bloedige tanden. En demonenachtige wezens met rook uit hun bek en vuur. Vanwege delirium. Die tegen je bed opklimmen, maar dat heb ik helemaal niet gezien. Wat zag u? Ik was alleen erg bang. Ik was bang, een abstracte bangheid. Maar fijn, ik werd goed verpleegd. En er zijn mensen die zitten in zo'n kliniek en die gaan een heel boek schrijven hoe slecht ze behandeld werden, weet je wel. Ik bedoel, maar ik mocht blij zijn dat ze me niet gewoon in een put gegooid hebben. Ik bedoel, want wat heb je aan zo iemand? Weet je wel, hij maakt herrie en hij is lastig. Hij moet eigenlijk gewoon dood. Maar ze laten je leven, dat vind ik wel aardig. En die wordt goed verzorgd en ze doen alles. Maar ja, het is een hel waar je doorheen moet. Maar toen was ik dan min of meer beter. En ik had ook verstandige gesprekken met die neuroloog. Ja. Die zei, weet u wat ik wou zeggen? U zou eigenlijk een vrouw naast u moeten hebben. Ik zeg, nou, dat getuigt wel van erg weinig respect voor de vrouw, wat u nu zegt. Dat kan je toch een vrouw niet aandoen. En allemaal van dat soort, ja. Maar hij maakte een EEG van u. U noemt dat met een prachtig nieuw Nederlands woord een koppelgram. Een koppelgram. Met een C, hè? Dus je kop gaat erin en dan komt er zigzag op een papier iets uit. Dat is het koppelgram. En toen zei ik, wat zegt die machine? En toen zei hij met een heel streng gezicht, pathologische onderbouw. En toen zei ik, godzijdank. En toen keek hij erg kwaad. En toen zegt hij, u moet niet denken dat u een soort Van Gogh bent. Ik zeg, maar dat denk ik helemaal niet. Kijk, Van Gogh was ernstig gestoord, maar ik ben gewoon krankzinnig. Maar u geeft mij geen certificaat, dat geven ze je nooit. Ja, die neurologen hadden het moeilijk met u, volgens mij. Nou, ik kon wel goed met de mensen opschieten en ik heb zelf ook 8 maanden in een ziekenhuis gewerkt in Londen, een neurologisch ziekenhuis. Ik heb wel eens van dichtbij wat gezien en ik begrijp wat het moeite allemaal kost. Al is het alleen maar die mensen precies op tijd goed vreten te geven, bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel, mensen komen in een ziekenhuis en dan gaan ze alles en iedereen terroriseren. Roepen om de zuster voor dit en voor dat, weet je wel. We moeten plassen. Nou, dat kun je ook zelf doen natuurlijk. Ik wil er toch iets over vragen nog maar even. Want u had eerst Maria gevraagd om u uit de fles en de kruik te trekken. Maar uiteindelijk moest u toch naar een ontwenningskliniek. Kon Maria dat niet voor u regelen? Ik denk dat zij me wel uit de fles getrokken heeft. Want zij is ook beschermvrouw van de drenkelingen, bijvoorbeeld. En van de matrozen en beschermvrouw van heel veel dingen. Ik denk wel dat het haar werk is. In uw boek staat nog iets belangwekkends. U gaat in op de partij, de politieke partij die u aan het oprichten bent. Wat we daar ook van moeten geloven, de Algemene Heimweepartij. En een van de meest interessante politieke programmapunten vind ik dat u zegt, wij moeten als partij zoveel mogelijk dieren rijp maken voor het Rooms-Katholieke geloof. Ja, dat is zeker waar. Dat wordt tijd. Maar eigenlijk zijn alle dieren zijn eigenlijk zonder het te weten katholiek. Oh ja? Ja. Ja, ik weet het niet. Ik leg de mensen niet op. Ik geloof ook niet dat het in Rome bevestigd wordt. Maar het schijnt van niet volgens de laatste berichten. Nou ja, nee. Zijn er vogels bijvoorbeeld waarvan u zeker weet dat die tot de katholieke kerk behoren dan? Ja, de papegaai en de raaf, dat zijn katholieke vogels. Maar die zijn ook door de katholieke kerk erkend. Die zijn erkend. En waarom de papegaai bijvoorbeeld dan? De papegaai, hij kan AV zeggen. En de raaf. Kijk, de papegaai is het vrolijke, het bonte van het leven.
En de raaf is de geweldige ernst en de rouw. Maar als een vogel Ave kan zeggen, dan mag hij tot de katholieke kerk behoren. Ja. Ja. Dus het jammer voor vogels die niet kunnen praten. Gewoon musje heeft dus eigenlijk nauwelijks kans. Nou, ik denk... Nee, de genade geldt voor alles wat adem heeft. Dit is misschien een titel of misschien krijgt zo'n vogel een ridderorde of zo, maar andere vogels die vallen er toch ook onder. We moeten niet discrimineren. Kunnen vogels dan ook in de hemel komen als we die lijn doortrekken? Ik denk het wel. Waarom niet? Het is een eindeloze ruimte, dus je kunt er vogels hebben ook. En de katholieke kerk die zegent toch ook dieren? Fietsen, automobielen, bromfietsen en huisdieren. Je kan alles laten zegenen tegenwoordig. Ja, en ook, ook vogels kunnen gezegend worden. Maar die moeten in een kooi worden aangeboden. Anders wordt die kerk een volière en een vlieger. Dan vliegen die vogels rond en die laten wat vallen, weet je wel. Op een hoogte van een heilige, misschien van een heel goddelijk persoon. Heerlijk. Ja, omdat, maar die vogel doet het de goede trouw. Die zegt, geld heb ik niet, maar ik geef wat ik missen kan. Haha. Een van de dingen die door de jaren heen, als u op televisie komt, opvalt, is dat u er een soort act van gemaakt heeft om uw boek te promoten. Terwijl het eigenlijk volgens mij nooit nodig is, want ik zei het al eerder, die boeken verkopen als broodjes. Laatst nog bij Nova, staat u bij Maartje van Wegen. Ja. En voor ze het erg in had, had u weer uw kans gepakt. Hè? Wat zei u ook weer, weet u het nog? Nou, ik weet het niet meer van de zenuw. Ik werd helemaal niet. Ik heb het later op de televisie gezien, ik was wel tevreden. Maar ik zei, kijk, je moet de mensen laten zien wat het voor een boek is en hoe het heet. Anders kopen die mensen misschien per ongeluk een verkeerd boek, wat niet van mij is. Ja. Dus ik zeg, het is van Reven, Gerard Reven, en het heet het boek van Violet en Dood. Ik liet het nog even zien, maar je hoeft alleen maar te onthouden, Reven, Dood. U zegt tegen die boekhandelaar, Reven, Reven, Dood, Dood. Dan krijg je het boek. En zo is het gegaan. Het is zo dat u... een van de weinigen bent van wie dat, zeg maar, promoten van uw boek geaccepteerd wordt. We hebben een stukje gevonden van de VPRO, van ik denk 30 jaar geleden, waarin u, zeg maar, dit al praktiseerde, hè? Het op hele slimme manier promoten van uw eigen boek. Laten we even kijken naar dat fragment waar u, denk ik, 30 jaar geleden op zeer slimme wijze ook al de aandacht op uw boeken vestigt. Blijft de tijd, hè? Lieve jongens en meisjes, ik ga jullie zo dadelijk een paar verhaaltjes voorlezen die ik speciaal voor jullie, voor kinderen dus, geschreven heb. En nu weten jullie natuurlijk ook wel dat ik hele mooie verhalen en boeken voor grote mensen heb geschreven. En misschien hebben jullie wel eens van die boeken en van die verhalen gehoord. Een van die boeken heet De Avonden. En een ander boek heet Op weg naar het einde. En weer een ander boek heet Nader tot u. En dan moeten jullie aan papa en mama maar vertellen dat ze die mooie grote mensenboeken die ik geschreven heb moeten kopen. En die boeken die kosten maar 8,50 gulden. En in die boeken komt van alles voor. En in twee van die boeken bijvoorbeeld kan papa bijvoorbeeld lezen wat allerlei papa's met elkaar doen. Weet u het nog goed hoe die boeken heten? Het ene boek heette De Avonden, goed zo. Het andere heette Op weg naar het einde, prima. En weer een ander boek heette Nader tot u. Vergeet u dat niet aan papa en mama te zeggen, want anders krijgen jullie straf. Meneer Gerard, is het feit dat u zo graag wilt dat uw boeken gelezen worden, is dat, als u daartoe tussen moet kiezen, bewijsdrang of is het ook angst voor armoede? Ja, angst voor armoede, maar ik vind dat ik, kijk, ik pleit voor die boeken, maar ik zeg niet dat andere boeken niet goed zijn, begrijp je? Ik zeg dat die boeken goed zijn en ze zijn op een bepaalde manier goed. Ze zijn het beste wat ik heb kunnen maken altijd. Ik heb nooit opzettelijk rommel gemaakt. Ik heb nooit
iets de wereld ingestuurd waarvan ik dacht, het is eigenlijk niks, weet je wel. Maar een beetje angst voor armoede is het ook wel, want vanaf uw jeugd heeft u altijd het gevoel van, ik wil nooit armoede meer meemaken. Nou, armoede, kijk, dat is een begrip, dat is heel weinig bezitten. Maar er is een ander aspect van armoede, afhankelijk zijn van iemand anders. Je kunt natuurlijk nergens ter wereld doen wat je eigenlijk zelf wilt, dat natuurlijk niet. Maar dat je een eigen huis hebt en een eigen terrein. Ik heb trouwens hier in mijn aantekeningen even gevonden hoe u vindt dat uw broer ruikt uit het boek. U zegt, hij ruikt naar een geur van te lang en te vochtig bewaarde en daardoor schimmelig geworden pinda's. Curaçao is mangelen, ja. Goed. Nou. We hebben een verrassing voor u. Hé. Hey. Ja, want in welk programma u ook zit, komen zij ook. En zij hoorden dat u vanavond hier kwam. En ze zeiden, wij moeten dan weer even spelen voor meneer Gerard. Net zoals u altijd op televisie uw boeken in de vaart der volken probeert op te stuwen. Is er ook altijd het stuk muziek wat bij u hoort. Omdat u het blijkbaar prachtig vindt. Daarom is hier het Rosenberg Trio. Ja. Ik begrijp best waarom u ze zo goed vindt. Want zij spelen even virtuoos als u schrijft. Ja, absoluut. Daar bent u het mee eens. Mooi. Tot slot wil ik... Het was een heel vrolijk gesprek trouwens, meneer Reven, vanavond. Meneer Gerard. Ja, maar wat vrolijk dus, ja. Ja. Ja, ja. We hebben namelijk zoveel ernstige dingen laten liggen dat ik bijna tegen u wil zeggen, zullen we nog een keer gewoon een programma van een uur samen maken waarin ik alles aan ernstigs wat ik u wilde vragen ook nog een keer aan de orde kan stellen. Lijkt me heel goed, ja. Is dat nu afgesproken? Goed, ja. Dan wil ik nog kort een paar uitspraken van u aan u voorleggen. U heeft gezegd, je moet nooit een kunstenaar over de drempel laten. Weet u nog waarom? Geldpietsen, op de vloer braken en je kat van streek maken, dat kunnen ze. Ja, toch? Als geen kunstenaars over de vloer. Nee. Ik heb er nog één. Ik zet soms een enorme keel op, heeft u gezegd, maar het stelt niks voor. Ik doe alsof ik geschikt ben voor dit leven, maar ik kan er helemaal niet mee overweg. Dat is waar, ja. Kunt u niet overweg met dit leven? Nee, nee. Maar, ja, het is allemaal zo beschikt en ik moet er het beste van maken, maar ik ben niet echt voor het leven toegerust. Ik ben altijd bezig met dingen die heel erg boeiend zijn als het me gelukt om ze op te schrijven, dat mensen ze lezen. Maar in het gewone dagelijks leven maak ik van alles een probleem. Ik bedoel, ik ga brood kopen en dan neem ik 10 granen brood en als dat er niet is, neem ik volkoren brood. En 2 bruine bolletjes, als die er niet zijn, dan maar witte bolletjes. Maar ik begin meteen over het wereldraadsel. En ik begin meteen over het lot der mensheid en dergelijke. Ik ben niet te houden, er is niks aan te doen. En dan heb ik huisdieren, dan kijk ik naar die huisdieren. Zou het wel goed met die huisdieren zijn? Zou iemand die dieren kwaad willen doen? Zou iemand misschien die dieren willen vergiftigen? Zou ze wel katholiek kunnen worden? Dat zijn ze al. Ja? Dat wil zeggen, de 2 zijn katholiek en de anderen zijn belangstellend. Dat zijn uw poezen. Ja, 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 ja. Toch was het vrolijk vanavond. Ja, vrolijk, ja. Nou, het uitkomen van uw boek vinden wij een groot moment. En helemaal als we hele hoge gasten hebben hier aan tafel, dan vragen wij wel eens een paar fans of liefhebbers om even iets tegen die gast te zeggen. We hebben 3 grote fans van u die even kort, ter gelegenheid van het uitkomen van dit boek, iets tegen u willen zeggen. Beste Gerard, ik ben een van je bewonderaars. Ik herinner me nog levendig hoe ik met schoolvrienden, niet lang na de Tweede Wereldoorlog, je boek De Avonden heb gelezen. Het was toen zelfs nog niet uitgegeven als een boek. Het verscheen bij stukjes en beetjes in een maandblad en we hebben het ademloos gelezen. En ook je latere boeken heb ik met buitengewoon veel bewondering gelezen. En de reden is dat je in al die boeken geheel jezelf bent gebleven. Dat is een eigenschap die je niet zo erg veel vindt vandaag de dag in de samenleving. Iemand die totaal zichzelf blijft. Ja, nou Gerard, ik vind het een beetje vreemd om, als ik tegen jou spreek, het op deze manier te doen. We hebben al zo vaak met elkaar gepraat, ook over het boek. Je zal het misschien niet verwachten, maar zie hier. Ja, als hij wil, blijkbaar wel. Ik denk dat ik misschien een van de weinigen ben. En misschien zelfs de enige tegenover wie die zo discreet is. Maar ja, als je ziet
hoe er dan tekeer gegaan wordt in dat boek tegen andere mensen, dan zou ik toch niet graag in hun schoenen staan. Maar ja, we zijn alle twee lastige mensen, zo kan je het zeggen. Ik net zo goed als hij. Dag Gerard. Leuk je weer te zien. Je ziet er prima uit. De laatste keer dat we elkaar zagen, dat was ongeveer, ik geloof, 2 jaar geleden. En toen hebben we na afloop van de uitzending onze wonden vergeleken. Jij had een darmoperatie ondergaan en ik een maagoperatie. En toen hebben we ongeveer bij elkaar opgemeten hoe groot de littekens waren. En jij won bijna. Het was ongeveer 0-0 of 1-1. Sindsdien ben ik van een platje gevallen en ik heb er nu nog een paar littekens bij. Dus ik heb nu absoluut gewonnen. Gerard, je boek is niet met een stip binnengekomen. Het is meteen nummer 1 geworden. En zo hoorde het ook. Je bent Nederlands grootste schrijver. Je bent